De schaatsen kunnen weer uit het vet. Winterstad, beter bekend als Winter City, gaat eind deze week namelijk van start. De ijsbaan op de Ossenmarkt kunnen de liefhebbers hun kunsten op het ijs laten zien. Dit wordt de 6e editie van Winterstad en de eerste keer dat dit niet op de Grote Markt plaatsvindt. Reden van de verhuizing is de komst van het glazen huis van radiostation 3FM. Toch denkt de organisatie dat het ook dit jaar weer een succes wordt. We zijn daar zeer optimistisch over, omdat we het anders hadden we het denk ik ook niet gedaan. Maar het is toch wel enigszins een uitdaging. Het is een prachtig plein, je kunt hier uitstekend werken. Maar ja, je moet er rekening mee houden dat je niet die doorloop, die drukte van die Grote Markt op dit plein hebt. Maar de mensen die willen komen schaatsen en die winterplezier willen hebben met alle voorzieningen die hier zijn, die gaan komen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Men hoopt dat er donderdag een glanzende ijsmat op de Ossenmarkt ligt. We zijn bij de opbouw bezig. De vloer is gisteren neergelegd voor de baan en de tent. Dat is toch al met al zo'n bijna 1000 vierkante meter. Dat is al een lap. Vandaag wordt nu de baan erop gezet. En morgen wordt de horecatent er neergezet, als mede de facilitaire ruimte. Wanneer kunnen de eerste schaatsers hier terecht? Donderdagmiddag om 5:00 hopen wij vrijwel zeker te zijn. Maar ja, je weet natuurlijk niet hoe het allemaal loopt. Maar we gaan ervan uit dat donderdag om 5:00 de eerste schaatsers hier kunnen op de baan kunnen. Na 6 edities is Winterstad al bijna een traditie aan het worden. Dat het er staat is al heel bijzonder. Nu al voor de 6e keer. Met hulp van velen, van sponsors, van de gemeente. Met alle mensen die medewerken, de vrijwilligers enzovoort. Maar het is een heel gezellig, het is een heel vriendelijk, het is een heel leuk festijn. Dat nu wel toch door de Groningers is omarmd als zodanig. Winterstad wordt maandag geopend door burgemeester Reewinkel. Maar vanaf donderdag kunnen de schaatsliefhebbers al hun rondjes draaien. We zijn erbij, nou, we zijn erbij.